Bij de uitgeverij Manteau te Brussel verscheen het boek Wij Zigeuners van Jan Joors. Dit werk werd door de auteur, uit Antwerpen afkomstig, oorspronkelijk in het Engels geschreven in 1967 en uitgegeven in New York. Jan Joors is nu naar ons land gekomen om de Europaprijs voor Literatuur voor zijn boek te ontvangen. Juryleden waren minister Theo Lefèvre, Marnix Gijze, Karel Jonkeren en Valère de Pauw. Meneer Joors, hoe bent u op de idee gekomen uw wedervaren met de zigeuners uit onze streken te boek te stellen? Ik heb het in werkelijkheid 25 jaar lang uitgesteld. Omdat ik aarzelde of ik... Ja, ik zal niet zeggen de geheimen van de zigeuners, maar hun levenswijze zou moeten of zou mogen blootstellen aan de wereld. Ik heb een contract gekregen van Simon & Schuster, misschien 10 jaar geleden. En toen was ik erg gevleid dat mij een contract werd aangeboden, vermits ik geen schrijver ben, maar een kunstschilder. En van schrijven kwam er niets. En die uitgever, Michael Korda, en ik werden goede vrienden. We zien hem regelmatig en 1 keer in het jaar verontschuldigde ik dat ik het boek nog niet geschreven had. En ik heb het uiteindelijk in werkelijkheid voor hem geschreven. Meneer Joors, u beschrijft in uw werk 1 enkele zigeunerstam, de Lovaras, stam die u in België hebt ontmoet. Is dat een beperkte optiek? Is deze beperkte optiek gewild? Definitief. Ik heb een beschrijving van zigeuners willen geven vanuit het zigeunerleven zelf uit. Dus ik moest me wel beperken. Het is niet een sociologische studie. Of niet in de eerste plaats een sociologische studie. Het heeft niet de pretentie van de geschiedenis van de zigeuners te dekken. Ik denk trouwens dat zoiets niet mogelijk zou zijn. Nee. Ik heb dus werkelijk vanuit de Lovara, die ik intiem gekend heb, willen schrijven wat ik daar zelf heb meegemaakt. Meneer Joors, u spreekt vloeiend de zigeunertaal, het Romani. Hebt u die taal volledig geleerd tijdens uw verblijf bij de zigeuners? Of volgde u nog cursussen? Nee, jammer genoeg bestaan er geen cursussen in Romani, waar dan ook ter wereld. Het is een gesproken taal waar de zigeuners alles om doen om het geheim te houden. Want de taal is werkelijk de sleutel die toestaat. Dat is een sesam open nu. Ja. Van de zigeuners. En kunt u aan de kijkers eens zeggen wat voor taal dat is? Het is een Indo-Germaanse taal, dus derivatief van het Sanskriet. Dat nu nog 9 naamvallen heeft in de verbuiging. Dus een hele ingewikkelde en gearticuleerde taal. En ook die de wereld over gesproken wordt. Ik heb dus zigeuners gekend in Peru, in Brazilië. Ik zie ze in New York, waar we 10.000 zigeuners hebben. Ik ben in Rusland geweest, ik ben in Afghanistan geweest. Ik ben in België geweest. Het is altijd dezelfde taal. Niet tegenstaande wat experten graag het publiek willen wijsmaken. Nu een andere vraag, meneer Joors. Hebben uw zigeunervrienden nog een eigen rechtssysteem, of CRIS, zoals u dat in uw boek beschrijft? Ja, dat is namelijk wat de zigeuners bij elkaar houdt. Dat is wat ze bindt en het is waarschijnlijk hun grootste geheim. Dat is de werking van de CRIS. Hebt u de zigeuners uit onze streken na 30 jaar heel wat veranderd gevonden? Ja, ik ben natuurlijk pas hier enkele dagen. Ik heb niet veel kans gehad om ze te zien. Ik heb een paar dagen met ze doorgebracht. En ik heb veranderingen gevonden. Onder andere, ze lijken me veel minder vijandig tegenover de buitenwereld dan ze vroeger waren. En ook de buitenwereld veel minder vijandig tegen hun. Van de oude zijn van ongeveer 500 leden van de Lovara-stam die ik toen gekend heb, blijft er nu geloof ik nog 10 of 12 over. Dus het is eigenlijk helemaal de jongeren dus die na de oorlog geboren zijn, ja, uit de mensen die uit de concentratiekampen zijn teruggekomen. Uit de concentratiekampen. Ze werden dus door de Duitsers... Ze zijn achtervolgd geworden, net zo hard als de Joden. En in het totaliteit is denk ik dicht bij 600.000 zigeuners vermoord geworden. Hoe komt het dat de zigeuners geen land verlangen, zoals de Joodse gemeenschappen die toch ook over de hele wereld zijn verspreid? Dat is een van de hele moeilijke vragen te beantwoorden.
De vergelijking met de Joden natuurlijk. De Joden hebben het geschreven woord. Hebben ook het respect voor het boek. Ze hebben ook een land van herkomst waar die wet hun eigenlijk terug naartoe lokt. En dat hebben zigeuners niet. De zigeuners leven alleen voor vandaag. Er zijn onder hun geen herinneringen over hun verleden. En er zijn geen visioenen van de toekomst. Dat is een van de meest wonderlijke sociologische aspecten van het zigeunerleven. Dat ze toch bij elkaar houden, toch een eenhoorigheid hebben, die ik eigenlijk niet verklaren kan. Want wat een volk bij elkaar houdt, is juist een verleden of een droom van de toekomst. Uw boek helpt de vooroordelen tegenover de zigeuners uit de wereld. Met welke vooroordelen hebben de zigeuners nog te kampen, meent u? Nou, er zijn heel wat. Ik denk dat het hun wantrouwen tegenover hun stelen, die heel sterk overdreven is. Wat de zigeuners me nog enkele dagen geleden uitlegden, dat is inderdaad heel moeilijk eerlijk je brood te verdienen als je maar 24 uur ter plaatse mogen kunt blijven. En er wordt misschien wel gepikt, dat zeg ik ook zo in mijn boek. Maar als ze werkelijk zoveel stalen als het hun verweten wordt, dan zou ze met verhuiswagens moeten reizen. Ja, u spreekt daar dus over die wet van de 24 uur. Het is eigenlijk daar dat er zou moeten een zekere verandering in komen, naar volgens uw mening. Onvermijdelijk, want de kinderen kunnen dus geen school lopen, omdat ze nooit lang genoeg ter plaatse blijven. Ze worden dan ook meestal midden in de nacht weggestuurd. Wat natuurlijk voor de kinderrust ook niet helpt. Ja. En zonder opvoeding zie ik niet hoe het vooruit kan gaan. Natuurlijk. Worden deze vooroordelen niet zelf in de hand gewerkt door de zigeuners, die weinig of geen toenadering zoeken? Hebben zij niet een eigen systeem om zich te maskeren tegenover de gemeenschap? Ik moet zeggen, enkele dagen geleden, toen we bijna bij zigeuners waren, ik verbaasd ben geweest hoe weinig ze, de buitenstaanders die kwamen kijken naar ons om het kampvuur, probeerden weg te jagen. Dat was vroeger heel anders. En in sommige landen waar zigeuners primitiever leven, zoals in delen van Rusland, zoals in het Nabije Oosten, daar gebruiken zigeuners nog veel meer trucken. Zoals onder andere het bedelen. Het bedelen is in werkelijkheid een bescherming. Want als ik u wat geld afbedel, dan geeft u me dat wel. Als ik morgen weer wat geld van u afbedel, vermoed ik wel dat u het me zal geven. Maar als ik iedere dag dat ik u zie, u opnieuw bedel, dan zal u ophouden mij op te zoeken. En dat is per slot waar het om gaat. Ja, het is geen bedelaarsvolk. Het is in tegendeel een volk met een grote vrijgevigheid. En dan ook die vooroordelen over de legende van de gestolen kip en van de gestolen kinderen. Dat zijn allemaal... Nou, van gestolen kinderen komt natuurlijk rechtstreeks vanuit de zigeuners. Ik herinner als kind, toen onder zigeuners leefde, stond dag en nacht kinderen uit de buurt om het hele kamp heen ons te bekijken terwijl we onze tanden poetsten of opstonden of aten of wat dan ook. En de zigeuners konden zich niet veroorloven die kinderen weg te jagen. Want waarschijnlijk kamperen op het land van de ouders. Wat de zigeuners dan deden, dan gingen twee of drie vrouwen naar de plaatselijke winkel en spraken niet in Romani, dat niemand begrijpt, maar in de landelijke taal. En één vrouw vroeg aan de andere: zeg, wat is met het kind gebeurd dat uw man vorige week gestolen heeft? Zo, we slaan het iedere dag, maar we kunnen er niks mee doen. En de winkelhouder hoorde dat, verwittigde de ouders, en de ouders snelden naar het kamp om hun kinderen weg te halen. Ter hun bescherming. Wat ons dan ook een privéleven veroorloofde. Ja, ja. Toen ik ook met zigeuners leefde, was dat een grote grap. Ik was blondharig, ik ben blauwoogig, en de zigeuners, zelf eer iemand het hun vroeg, duiden ze naar mij en zei: dat is nou een gestolen kind. En ik was het bewijs, want ik hoorde er niet bij. Dit was een gesprek met Jan Joers, de auteur van Wij Zigeuners, een uitgave Manteau te Brussel.